Presidentsverkiezingen in Amerika. Een interview met Joshua en Moriah. En COVID-19 update. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De presidentsverkiezingen in Amerika zijn vandaag gaande. Joe Biden, de kandidaat van de Democraten, neemt het op tegen de huidige president Donald Trump, die republikein is. De verkiezingen zijn op dit moment in volle gang in Amerika. Ze hebben daar een tweepartijenstelsel. De republikeinen en de democraten nemen het tegen elkaar op. De democraten hebben een ezel als mascotte. Dat is om hun standvastigheid uit te beelden. De republikeinen hebben een olifant gekozen om de ezel te verslaan. Waarom is het belangrijk om de verkiezingen in Amerika te volgen? Suriname importeert heel veel producten uit Amerika. Kleding, schoeisel, keukenapparaten, airco's, koelkasten, auto's enzovoorts. De Democraten en Republikeinen denken anders over de Amerikaanse economie en ook anders over het buitenlands beleid van Amerika. De verkiezingsuitslag kan daarom ook gevolgen hebben voor kleine landen als Suriname die veel producten uit Amerika importeren. Wat zijn de verschillen tussen de Democraten en Republikeinen? De Democraten worden liberaal en links genoemd. Republikeinen worden ook wel conservatief en rechts genoemd. Democraten willen dat rijke mensen meer belasting betalen dan arme mensen. Republikeinen vinden dat iedereen gelijk is en dat iedereen, arm of rijk, evenveel belasting betaalt. Democraten willen dat de overheid arme mensen moet ondersteunen. Republikeinen willen dat de regering niet te veel moet inspringen met sociale programma's. Iedereen moet zelf ervoor zorgen dat hij het goed heeft. Democraten vinden dat er een minimumloon moet zijn. Elke Amerikaan, ongeacht wat voor werk ze doen, moet een vooraf bepaald minimumbedrag verdienen. Daardoor kunnen ze meer geld uitgeven wat weer goed is voor de Amerikaanse economie. Republikeinen willen geen minimumloon, zodat ze arbeiders minder kunnen betalen. Daardoor kunnen Amerikaanse producten goedkoper worden en kunnen ze meer exporteren wat weer goed is voor de Amerikaanse economie. Democraten zijn voor het homohuwelijk. Republikeinen zijn er tegen. Democraten vinden dat iedereen voor zichzelf moet kunnen bepalen als die een abortus wil of niet. Republikeinen zijn tegen abortus. Democraten willen dat burgers minder gemakkelijk vuurwapens moeten kunnen kopen, vooral na de beschietingen van onschuldige kinderen op scholen. Republikeinen vinden dat iedere burger het recht heeft om zichzelf te verdedigen en een wapen te dragen. Als leerkrachten wapens hadden, konden die sneller ingrijpen bij de beschietingen op scholen, vinden zij. Democraten vinden dat er zo effectief mogelijk en met zo min mogelijk militairen ingegrepen moeten worden in andere landen waar er oorlog is. Republikeinen vinden dat juist met zoveel als mogelijk militairen ingegrepen moet worden in andere landen waar er conflicten zijn. Dit zijn slechts enkele verschillen tussen de Democraten en de Republikeinen. En deze verschillen kunnen dus invloed hebben op kleine landen als Suriname. Joshua en Moriah studeren in Amerika en maken de verkiezingen van dichtbij mee. Zij hebben speciaal voor het Jeugdjournaal twee vrienden van hen geïnterviewd over de verkiezingen. Hoi allemaal, ik ben Joshua. En ik ben Moriah. En wij wonen in Amerika. Ik studeer Business Entrepreneurship op de Lynn University. En ik studeer International Business Management op de Lynn University in South Florida. Op dit moment draait alles in Amerika om de verkiezingen. Je ziet overal vlaggen, posters, billboards en flyers. En heel veel tv-campagnes en reclames op social media van de beide kandidaten. Zelf mogen wij niet stemmen omdat wij geen Amerikaanse nationaliteit hebben. Maar vrienden en kennissen van ons die wel Amerikanen zijn hier, die gaan dat wel doen. De race gaat tussen twee mannen, Joe Biden en Donald Trump. Ik heb hier bij mij twee vrienden, Devin en Luke. En wij gaan ze een paar vragen stellen over de verkiezingen. Hey, my name is Luke Tappanus. Hello, my name is Devin Latwani. Okay, so Devin, what are your thoughts on this year's elections? This year's elections is very important for everyone here in the United States. This is an election where everyone is very opinionated about who they believe should be in office.
Yeah, I would have to agree with Devin. And I think many Americans feel the same way. Regardless of what side you're on, everybody's kind of at each other's throats. You know, it's kind of a very divided state that we're in today. So, Luke, have you ever voted before? I have. I voted back in 2018. It was my first time voting. I just turned 18. And yeah, so this will be my second time voting. Devin, how about you? No, I have not. This is my first time voting. And I gotta say, I was very excited for it. So, are you going to vote? I already have. I did a mail-in ballot due to the COVID pandemic. So, my entire family filled out ballots by mail and mailed them in. Right. And how was that experience? Voting remotely and not really having the usual experience of going to a voting booth. It was just as good. I do have one regret, though. I didn't get the sticker. And Luke, how was your previous experience compared to the one now? I'd say the biggest difference, well, I haven't voted yet, but I would assume the biggest difference is just going to be COVID itself. It was very simple and easy to do back in 2018. But I assume it's going to be a little bit more difficult, you know, with distancing and everything going into tomorrow. I'm actually voting tomorrow, so. Okay, but why do you think it's important to vote? I think it's important to vote because just having the privilege to do so, many countries don't have that. And I think that's a wonderful thing to have, you know, being an individual able to elect your leader. I think that's a wonderful thing. And so I think you should use that to your full advantage and go out and do so. It is important to vote so that you can have your voice be heard. We live in a lovely democratic society, and one of the biggest parts of that is making sure your voice is heard. All right. Thank you guys for answering our questions. We appreciate it very much. In Amerika stemmen mogelijk meer dan 138 miljoen van de ongeveer 330 miljoen inwoners. De voorlopige resultaten van de verkiezingen zullen morgen al bekend zijn, maar vanwege de hoeveelheid inwoners kan het tellen nog een paar weken duren. Ongeveer een week geleden gaf president Chandrika Prasad Santokhi aan dat wij de goede kant op gaan en minder dan 25 coronabesmettingen hebben per dag. Dat is nog steeds het geval en het moet dus ook zo blijven. Wij hopen dat dit beeld zich de komende 7 tot 10 dagen voortzet. We rekenen daarvoor op uw medewerker. Maar wees u wel gewaarschuwd. Bij een stijging van boven de 25 nieuwe gevallen per dag zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen wederom aan te scherpen. Om ervoor te kunnen zorgen dat de coronabesmettingen blijven dalen, moeten wij met ons allen ervoor zorgen dat wij onze mondkap op hebben als we de straat op gaan, 1,5 meter afstand houden van elkaar en onze handen regelmatig ontsmetten of wassen. In Suriname zijn er weinig besmettingen per dag, maar dat wil niet zeggen dat dit over de hele wereld zo is. Het is belangrijk dat wij daarom ook letten op onze buurlanden en mensen die ons land binnenkomen. En ieder die uit Nederland komt, moet in quarantaine. Wij als Suriname zeggen wij willen niet weer aan de start staan van een nieuwe golf van infecties. Dus op basis daarvan hebben wij gezegd, we willen enkele voorwaarden. De eerste voorwaarde die vanaf nu gaat gelden, is dat er slechts 1 vlucht per week zal zijn tussen Suriname en Nederland. En dan ook zullen er slechts essentiële personen worden toegelaten op die vlucht. Essentiële reizigers. En onder essentiële reizigers vallen, behalve diplomaten en regeringslieden, ook nog eens personen die vanwege ziekte of vanwege een sterfgeval moeten reizen. Of vanwege dringende werkzaamheden moeten reizen. Maar dat zal nog worden doorgecommuniceerd met u als burger. Aanstaande zondag zullen we te weten komen wat de president zal mededelen als het gaat om de updates van COVID-19 in Suriname. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.